successen die tot in de hemel reikten. Geld klotsen tegen de plinten. Ajax Amsterdam zou het Bayern München van Nederland worden. Maar ondertussen gaat het de verkeerde kant op. De laatste plaats in de Eredivisie. En menig Ajax hart held, waaronder dat van mij. Hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen? We kijken er vandaag naar, want we hebben een ware scoop en een primeur. De onderste steen moet naar boven. Het verhaal van Ajax Amsterdam. Ajax, de dikpik van Overmars, de aanstelling van Stijn, het transferbeleid of toch de dubbele agenda van Mislintat. De Ajax supporters kunnen maar moeilijk hun vinger erop leggen. Maar wij brengen vandaag duidelijkheid, maar daarvoor moeten we eerst helemaal terug naar Duitsland in Kamen in 1972. In dat noodlottige jaar werd namelijk Sven Mislintat geboren. De man die hier in Amsterdam er zo'n gigantische puinhoop van maakte. Hij werd geboren in het pittoreske Kamen. En wat blijkt nou, na hevig onderzoek, Sven Mislintat is nazaat van de gebroeders Grimm, de twee bekendste sprookjesschrijvers van de wereld. En dat blijkt voor Mislintat een grote bron van inspiratie. Want al het werk dat hij doet is gebaseerd op zelfgeschreven sprookjes. Wij denken dat er bijna een diamantenauge vandaan komt. Exact, dat was zijn eerste sprookje. Maar dit sprookje door Mislintat bleek toch iets minder mooi te worden. Hij wilde namelijk van Ajax de kleinste club maken. De kleinste spelers, de kleinste trainer, de laagste positie op de ranglijst en de kleinste stadion. Het kon Mislintat, maar niet klein genoeg. Mislintat heeft dit dan ook vanaf dag 1 geïmplementeerd. Er werden geen dure spelers meer gehaald of uit de eigen jeugdopleiding, maar er werden kleine spelers uit tweede competities gehaald, zoals Medic, Akpom of Mika Tatsen. En Steven Bergwijn, die werd aanvoerder. En met zijn 1,78 meter werd dat de kleinste aanvoerder van Ajax ooit. En ook voor de hoofdtrainer had Sven Mislintat een sluw plannetje bedacht. In eerste instantie wilde hij Maduro, om niet voorgenoemde redenen. Maar dat kwam er bij Ajax niet helemaal doorheen. En dus besloot hij voor een trainer te gaan die er niets van bakte. Hij koos voor Stijn. En dit plannetje lukte, want binnen no time was hij opgerold. En Mislintat wilde deze Maduro niet voor niks. Hij wilde namelijk dat Ajax voortaan ook in de kleinste stad van Nederland zou gaan spelen. De Arena zou worden opgedoekt. En voortaan wordt Maduro Dam het nieuwe thuis van Ajax. What the fuck? What the fuck? Smurfkatsoep. Het sprookje van Sven Mislintat dreigde uit te komen. Maar gelukkig stel club-icoon Louis van Gaal hier een stokje voor. Maduro werd teruggezet naar assistent. De gesprekken met Maduro Dam werden stopgezet. En Sven Mislintat mocht zelf zijn biezen pakken. Eindgoed al goed. John van het Schip mag het nu gaan opknappen. En naast het onderzoek toelichten gaan wij vandaag ook kijken hoe hij vandaag gaat presteren tegen Volendam. Kan hij de boel redden of zinkt de boel? Tijd om polshoogte te nemen. Vandaag zijn we in Amsterdam om Ajax te bezoeken. Maar aangezien het weer op deze noodlottige dag echt niet mee zat... Jezus! Deze moet even opnieuw, jongens. Besluiten we even te schuilen in de Ajax fanshop. Om zoals gewoonlijk een shirtje van de club te kopen. Maar dit is helaas al gelijk waar het fout gaat. Want we worden direct weggestuurd. Je moet dus nagaan dat ik voor Ajax sta. Hè? En dat is geen grap. Dan kom ik hier, zeggen ze in die fanshop. Ik sta op het punt om voor 120 euro een shirt af te rekenen. En zeggen ze, flikker op, je mag niet filmen. Je moet iemand bellen. Wie de fuck moeten wij bellen? Ajax. We staan voor de deur van de fanshop waar we net naar binnen zijn gegaan. En wat gaan we doen? De fanshop bellen. Ja, natuurlijk. Ja? We laten niet zomaar over ons heen lopen. Kom op, nee, man. Natuurlijk niet. En dus bellen we met het persnummer van Ajax. Die, zoals verwacht, met niet al te heugelijk nieuws komen. Dat betekent dat het er niet in zit eigenlijk vandaag. Nee, ik ben bang voor niet, nee. Oké, nou dat is hartstikke fijn nieuws. Dankjewel. Fantastisch. Dan word ik door mijn eigen club word ik gewoon totaal in het hemd gezet. Ja, maar hallo, het is ook best wel wat ze moeten regelen. Ik word er een beetje moedeloos van, want we hadden een leuk idee. Ik ga vanavond naar Ajax tegen Volendam toe, koop ik een shirt en dan laten we hem door een willekeurige speler drukken. Want stel je loopt daar met manswerk achterop rond, ja dat is zonde van je geld natuurlijk. Maar het zit er niet in. Ik ga hier geen 120 euro betalen, ook al is mijn club. Ik heb zelf een shirt. Ja, de teleurstelling is enorm bij onze favoriete host. Zo behandel je ons gewoon niet. En daarom een kleine flashback naar alle clubs waar we wel mochten filmen in de fanshop. Het einde van een tijdperk.
Hij ging naar PSV. Een week later. Ruud eruit. Ja. RKC. Gaat het ook niet altijd best momenteel. Utrecht. Die willen de top 3 aanvallen. Ja. Staan zelfs nog onder Ajax. Jongens, wij zijn echte onderzoeksjournalisten. Neem ons nou serieus. Precies. En we brengen iedere keer iets nieuws, hè? Verfrissend zijn we. Zeker, we zijn heel verfrissend. Dus daarom druk op de abonneerknop. Waarom ook niet? Weet je wat ik me trouwens afvraag? Hebben wij deze week een veeltje van de week? Want we kunnen natuurlijk niet naar een training toe. Hebben wij dat opgelost? Dat klopt. We hebben een vast segment waarin we een bierveeltje laten signeren door een speler van de desbetreffende club. En die kan jij, de kijker, gewoon winnen. Maar vandaag zit de signeren er niet in. Want Ajax speelt de wedstrijd vanavond en dus is er geen open training. Daarom hebben we de boulevard afgescout voor een signeersessie. En die hebben we gevonden. Ja, toevallig mensen kwamen wij Najib Amali net tegen. Jawel! Laten we eens even gaan kijken. Yes, we kwamen Najib Amali tegen bij de arena. Die zat toevallig voor een of ander gebouw op een stoeltje. En die heeft voor ons een veeltje voorzien van zijn handtekening. Geen profvoetballer, gewoon een BN'er. Dus wil jij dit prachtitem winnen om een of andere reden? Like de video, abonneer op ons kanaal en laat een komische comment achter. Geweldig, enorm bedankt. Alsjeblieft man. Nadat we een foto van Maurice tegenkomen, besluiten we een nieuw segmentje te starten om de tijd te vullen. Er is namelijk weinig te doen bij Ajax, wat toegestaan is voor ons. Wij hebben vandaag helaas een baalde. We kwamen niet de fanshop in. Het is echt storm jongens, het is echt storm, hè? Ja, klopt. En we hebben nou geen rubriekje met shirts. Oei! Hey! Oh, je wil erin? We zijn hier een programma aan het maken. Ja, dit is godverdomme ongelooflijk. Balen, gore lef van... Ja, maar goed. En dit is precies wat jij zegt, een baaldag. Dus is het tijd voor een ouderwetse straatinterview. Welkom bij ons nieuwe rubriekje... Mag ik jou iets vragen? Wat vind je van Sven Mislintat dat? Ja, het is echt een lul. Ja, hij is echt een kale mogol. Ja, hoe zou ik het zeggen? Een slechte directeur. Ik vind zo'n mogol, gast. Ja. Kijk, als resultaat was er nu staan, helemaal onderuit. En denk je dat Volendam vanavond kans maakt? Of, Ja, tuurlijk. Elke club maakt kans. Kleins van Ajax, de kleinste van Nederland willen maken. Vind je dat schokken? Nee, boeit me eigenlijk niet zoveel. U hoort het, Amsterdam, Peru. Ja, het is ongelooflijk. Wow, blijk, man! Kijk, man. Dat was wel interessant om te horen, hè? Hoe dat dan toch leeft hier. Ja, die gasten die hadden echt een hekel. Echt een hekel. Slim tap. Boeit me eigenlijk niet zoveel. Yoshi van Mario. Yahoo! En waar gebouwd wordt is progressie. Tenminste, daar zeg jij, ik zeg altijd waar gebouwd wordt, er is waarschijnlijk iets afgebroken. En ik denk dat dat hier bij Ajax het geval is. Hopla, Burger Bitch iedereen. Burger Bitch mensen, heerlijk. Ondertussen begint het zo hard te waaien dat we besluiten het voor gezien te houden bij de arena. Simon, hier gaan onze wegen scheiden. Klopt. Dat klopt. Terwijl ik mij klaar ga maken voor de kraken van vanavond tussen Ajax en Volendam. Gaat Maurice op een ouderwetse journalistieke pelgrimstocht. Hij gaat eens onderzoeken of Mislintat echt van Ajax de kleinste club wilde maken. En waar kan je dan beter terecht dan bij Madurodam? Onderzoeksjournalist als dat ik ben, ben ik oprecht naar Madurodam gereden. Ik heb al eens wat bewijs verzameld. Wij zijn natuurlijk echt onderzoeksjournalisten. Dus ik heb gemaild met Madurodam en ik kreeg een mailtje terug. Hier heb ik hem bij. Beste Simon en Maurice, wij hebben jullie mail bekeken en wij willen graag melden dat we geen uitspraken hierover kunnen doen. Dus ze doen al vaag in die mail, maar ze verlullen zichzelf eigenlijk gelijk. Want er staat dat vervolgens, groetjes Madurodam, speelstad van Ajax Amsterdam. Bij mij gingen er alle alarmbellen af en nou hoor ik jullie nog steeds sceptisch zijn. Maar toen zag ik op de site van Ajax, van de week, heel snel offline gehaald dat artikel. Want ja, Mislintat is er ondertussen ontslagen, dus misschien gaat het wel niet door. Hoi Ajaxide, wij hebben groot of eigenlijk klein, haha, nieuws. Per 1 januari 2024 gaan wij de Johan Cruijff Arena verlaten om in plaats daarvan te spelen in Madurodam. Deze keuze past momenteel goed binnen de visie van onze club en wij denken dat dit echt een mooie stap achteruit kan zijn. Dit bericht is echt waar, tussen haakjes geen grap. Ajax gaat verhuizen. Er gebeurt natuurlijk van alles. En ik denk, we moeten gewoon polshoogte gaan nemen. Want als jij hier wilt gaan spelen per 1 januari, dan moet er al gebouwd zijn. Dan moet er al een stadion gebouwd zijn. Dus wij gaan kijken of er hier al een stadion staat. Klopt. Alleen voor deze grap is Maurice helemaal naar Madurodam afgereisd. Echt alleen voor deze grap. Want ik als editor zijnde kan vrij weinig met deze beelden. Toch weet hij wel wat interessants te vinden. Madurodam. En wat zien we gelijk? De spelersbus.
Er is meer aan de hand hier. Geen sponsoringen meer op. Het gaat hard achteruit in Amsterdam. Op Madurodam nu. We krijgen nog wat ongevraagde sfeershots van Madurodam. Totdat Maurice eindelijk aankomt bij het zogenaamde nieuwe stadion van Ajax. Schokkende ontdekking. We hebben hem gevonden. De nieuwe Amsterdam Arena. Oké, degene die kan raden wat Maurice nu zegt, wint een cheque van 25.000 euro. Daar gaan we. Ze zijn al aan het tafelen, maar ze zijn al wedstrijd. Ja, dat is duidelijke taal. Het kleinste stadion van Nederland. Gefeliciteerd, mannen. We sluiten de reportage van Maurice af met een wijze les. Want Madurodam brengt meer dan alleen kleine huisjes. Het brengt ook een openbaring. Het werkt iets heel anders dan bier drinken en schreeuwen en vuurwerk afsteken voor de wedstrijd. Ik kan ook eens een keer gezellig met elkaar naar Madurodam gaan. Oh, dan zou ik moest een keer klaar zijn, joh. En waar Maurice in de battlebus naar huis stapt, gaat mijn avond juist beginnen. Ajax tegen Volendam. Het moment voor Ajax om zich te herpakken. De F-side laat van zich horen en dat zorgt voor een goede sfeer. Maar het enthousiasme maakt al snel plaats voor gesnurk, want er gebeurt namelijk geen kloten tijdens de eerste helft. Maar dan. Berglijn, is dit hem dan voor Ajax? Is het eindelijk raak. Ajax kopt zo de bal in de goal. En dat doen ze gewoon nog een keer. Ze winnen met 2-0. Wat resulteert in absolute vreugde. Ajax heeft de bal in de goal geschoten. Je ziet het. Het effect van Sven Mislintat begint uit te werken. En langzaam maar zeker komt het oude Ajax terug. Het feestje eruit gaat hier nog eventjes door. Feestje. En zo eindigt dit sprookje. Het lek is boven. De kaping van Mislintat is mislukt. Hierna winnen ze nog van SC Heerenveen. Waardoor de weg naar boven definitief is ingezet. Ajax is back in town. En ze leefden in Amsterdam nog lang en gelukkig. Ja, hou maar.